De titel van mijn column is Welvarend. Wiegge is een welvarend dorp en dat moet zo blijven. En weet je wie dat voor elkaar hebben gekregen? De 65-plussers, de senioren. Deze mensen zullen bij een fusie met Druten de dupe zijn. Zo maar een passage uit een ingezonden brief in het huis-aan-huisblad De Wegwijs als protest tegen een mogelijke gemeentelijke herindeling. Als bijna 70-jarige voelde ik me zeer vereerd na het lezen van deze passage. Zonder het zelf te beseffen, heb ik gedurende de twintig jaar dat ik in Wieg woon, meegeholpen het dorp welvarend te maken. Geen dank, kleine moeite, graag gedaan. Ik heb het artikel uitgeknipt en zal het goed bewaren. Altijd handig om op het terras of vaderhoek uit te citeren, mocht het nodig zijn maar zo gemakkelijk kom ik er niet van af. Als tegenprestatie word ik nu geacht tegen een fusie met Druten te zijn, want o oh, o oh, o, oh, ik dreig vanwege mijn leeftijd de Sjaak te worden en niet zo'n beetje ook. Ramspoed dreigt aan de Drutense horizon. Daar gaat mij mede door mijzelf opgebouwde Wiegische velvaart. Heb ik helemaal voor Noppes zo mijn best gedaan. Ik blijf het curieus vinden dat ik vanwege mijn leeftijd tot een bijzondere groep behoor, waarvoor blijkbaar een aparte morus bestaat, een soort verplicht collectief slagerij-J van de Ven-syndroom uit het lied van Wim Sonneveld. Nu eet ik meer vis dan vlees, maar niet alleen om die reden heb ik geen last van dit syndroom. En met mij veel leeftijdgenoten. Ik hoef maar in mijn directe omgeving te kijken. Maatschappelijke verandering als bedreiging voor een specifieke leeftijdsgroep. Dacht het van niet. Toen de sociale huurwoningen in Druten verhuurd gingen worden via Entree, liepen de emoties daar hoog op. Rampspoek zou over Puifluik en andere kerkdorpen neerdalen. Maatschappelijke verandering als bedreiging voor een specifieke leeftijdsgroep. Dat was ook toen de opvatting. Want hun eigen jongeren zouden geen schijn van kans maken op een huurwoning in het dorp, omdat Nijmeegse woningzoekers ook mochten reageren. Alsof alle woningzoekende jongeren uit Hatert of Dukenburg ineens het idee zouden krijgen om naar Puifluik te verhuizen. Die wereldvreemde opvatting heerst nog steeds. Nijmegenaren hebben niets te zoeken in ons mooie dorpje Heumen, stond een tijdje geleden in een ingezonden brief in de Gelderlander. Met andere woorden, het welzijn van het mooie dorpje Heumen gaat naar de knoppen als iemand uit de Wezenhof een paar kilometer verderop gaat wonen. Zeer curieus. Hier ligt een schone taak voor voor- en tegenstanders uit de Drutense en Wichense politiek. Maak op basis van argumenten helder wat de voor- en nadelen zijn van een fusie. Weg met de onderbuien. Leven de ratio. En maak vooral duidelijk dat er bij wel of geen fusie geen verschil gaat ontstaan per leeftijdscategorie. Ik voel me mens, geen senior. De mede door mij opgebouwde Wiegische welvaart geldt voor iedereen.